Breda Nu. Je weet het meteen. Wij van Kik waren weer bij een bijzondere kunstenares, Margriet Kraan. Zij maakt sieraden die vol gevoel zitten en ze gebruikt daarbij instrumenten die ik nog nooit gezien had. Afijn, kijkt u zelf maar. Margriet, wat ben je nou aan het doen? Je bent iets aan het doorzagen. Ja, ik heb een aantal trouwringen, of een aantal, het is van twee mensen. En die willen dat hun trouwring veranderd wordt. En ik zeg altijd, je kan altijd iets nieuws maken. Maar kijk, je kan het ook gewoon helemaal alle materiaal hergebruiken. Zodat het nog zichtbaar is. Het is gewoon heel ouderwets. Gewoon, ik kan het ook doorknippen, maar zagen vind ik nu makkelijker. Ik ben edelsmid, dus een nieuwe band smeden kan ik. Kijk, ik haal die ringen dus echt helemaal los. Steentjes zijn eruit. Dus er wordt een nieuwe band gesmeed met het oude materiaal. Voel je dat nou ook zelf zo? Of is dat een commercieel praatje? Sorry. Nee, dat voel ik ook zo. Om te voorkomen dat ik op mijn vingers sla, heb ik een flinke tang. Zoals je ziet is hier zo'n... Dit was ooit de verbinding. Dit was ook ooit symbolisch. En dat willen ze zo houden. Alleen ik ga kijken wat er nou gebeurt. Als ik het plat sla. Maar nu heb je hem plat geslagen, maar dan is ook de vorm een beetje weg. Ja, de vorm is weg, maar dat is natuurlijk, het alles verandert. Dus ik sla hem plat en ik ga hem waarschijnlijk nog meer bewerken. En dan ga ik ook alles weer aan elkaar maken. En dan maak ik van die beide trouwringen maak ik één grote band. En van daaruit ga ik hem bewerken en ga ik nieuwe ringen maken. Ik heb een bepaalde vormentaal. En die heeft heel veel met de natuur te maken en met ritmiek. De seizoenen. Wacht even hoor. En de mensen die naar me toe komen weten ongeveer wat ik maak. En dan komen we samen... Ja, kunnen we samen met... Hè, dus als jij naar me toe komt en je zegt, ja, ik wil een ring. Ik zeg, ja, wat voor een ring? Nou, dan vraag ik aan jou, waarvoor is die ring? Of wat voor symboliek wil je erin? Of waar wil je de ring voor dragen? Of aan wie wil je hem geven? En zo kom je tot een... samen komen dan tot een beeld. Ik ken zangeressen die een minder lange adem hebben dan jij nu. Ja, dat is een jarenlange oefening, zeg maar. Waarom doe je dit met je mond? Kan je het dan beter sturen of zo? Ja, kijk, als ik het met mijn mond doe... Dan kan je, zeg maar, het warmste stukje van de vlam... Dat zit? Kijk, dat zit aan het einde van die blauwe kegel. Kijk maar op die steen. Ja. Maar als het metaal te snel verwarmt, dan kan het zijn dat het gaat smelten. En met mijn vlam, met mijn mond, kan ik precies sturen. En het is een soort oefening. Dan zei je iets over natuur en zo. Natuur is voor mij ook heel groot, hè? Ja. Jij doet alles in het klein. Is dat nou voor jou een discrepantie tussen die twee? Of zeg je nou nee, juist het grote van de natuur in het kleine maken vind ik zo mooi? Of zeg ik nou iets raars? Nou, ik heb heel lang geschilderd ook. En daar schilder ik de natuur op mijn eigen manier. En op een gegeven moment toen merkte ik dat ik wat ik in mijn sieraden deed... Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik in mijn schilderijen doe. En dat is ik denk misschien wel de natuur in het mini. Is het omdat je er dan een soort controle over hebt? Of? Ach. Ja, ik vraag soms moeilijke dingen, hè? Want in het groot kun je het namelijk niet. Hè? Je kunt de natuur... Voor mij is het zo, als je naar een schilderij kijkt, die hangt in je woonkamer. Mm-hmm. Althans, bij mij hangen schilderijen. En dan als ik een schilderij zie, dan heb ik een bepaald gevoel. Dan heb ik een schilderij met de natuur.
Dan kan ik daarbij wegdromen. Maar heb ik een ring aan, die is bij me. Of een collier. En dan is het de symboliek die bij je draagt. Ja, die brengt in ieder geval mij in verbinding met waar ik voor sta. Tot waar gaat een edelsmid? Wat kan die nog maken zodat het een edelsmid is? Ik ben opgeleid tot goudsmid. En dan is het niet speciaal dat je met goud werkt. Maar een goudsmid werkt klein. En een zilversmid, dat werkt groot. Hè? Die maken zilveren theepotten, schalen. Dus ik ben officieel een goudsmid. En op een gegeven moment, in ieder geval toen in de jaren 80, 90... waren er heel veel goudsmeden, of sieradenmakers, laat ik het zo zeggen. Die maakten ook sieraden van plastics, hè? Van rubber, plastic, wat heb je, allerlei materialen. Dus mijn passie is echt met edelmetaal te werken en met edelstenen. Ja, dus echt uit de natuur, ja. En geen dingen die door de mens nog gemaakt zijn. Nee, precies. Dus echt alle dingen uit de natuur. Heb je nou, behalve je vakmanschap, want ze noemen het wel eens toegepaste kunst, heb je ook iets anders nog nodig dan vakmanschap? Ja, ik bedoel, vakmanschap, ik denk, in principe zou jij het ook kunnen. Gewoon zagen, veilen, polijsten. Ik bedoel, in principe zou iedereen dat kunnen. Ik denk dat ik ook kan loodgieten. Tot op bepaalde hoogte kan ik loodgieteren. Maar ik denk een stuk gevoel, maar dat is ook dat is een beetje een vaag begrip misschien. Maar in ieder geval gevoel voor vorm en wat bij iemand past. Anita, je hebt daar iets in de hand. De Nederlandse Portretprijs 2017. Daar sta jij in als genomineerde. En dat is een hele prestigieuze prijs, geloof ik, hè? Ja. En wanneer is de prijsuitreiking? De tentoonstelling loopt nu. 14 juni wordt de eerste winnaar bekendgemaakt van zowel tweedimensionaal als driedimensionaal vlak. Ik zou dat in ieder geval bij de 50 zit ik, 50 genomineerden zit ik. En dat is wel, dat is wel een op zich, deed me dat ook wel wat. Wat een priegelwerk. Ja, hè? Heel veel lijnen, Kees. Heel veel lijnen, weerwarf van lijnen. Ja, net als toen straks van die bomen in het bos. Ja, dat is nu weer zo. Het is een aaneensluiting, of eigenlijk als het ware een kettingreactie van de ene lijn brengt de andere voort. En uiteindelijk vouwt daar, als het goed is, een beeld open. Op een gegeven moment valt daar gewoon, ontstaat er een beeld. Ik heb wel. Voor mij is dit een zelfportret, wat ik zo scan uit mijn hoofd als het ware. Ja, zo noem ik het even. En ik focus me niet op een oog of een detail, zeg maar, vanuit het gezicht, maar gewoon om de totaliteit, om een beeld en de sfeer die ik daarmee oproep. Weet je, vaak zijn dit gewoon. Teken is altijd een heel belangrijk iets voor me geweest. En heb ik altijd gedaan, ook mijn houtskoolschetsen. Alleen later, pas eigenlijk sinds enkele jaren, zijn ze voor mij zeker zo belangrijk geworden. Omdat het gewoon meer zoals de schilders het vroeger hadden van, hè, de fresco-schilders, die maakten kartons voordat ze aan een fresco begonnen. Ja. En die kartons werden niet zo belangrijk geacht. Maar eigenlijk zijn ze gewoon veel belangrijker dan het resultaat. Ja. En dat is met mijn schetsen ook. Mijn schetsen, dat is je handschrift. Ja, want net zag ik nog alleen maar een weerwar. En nu zie ik dus contouren van een hoofd. Ja, ja. Zo ontstaat dat. Het is uit een weerwar van lijnen. En weet je, vaak kan ik gewoon zo aan iets beginnen. En dan, ja, laat het maar gewoon gebeuren. En uiteindelijk komt er nu al een positie van een hoofd, wat ik zie. En van daaruit ga ik door, zeg maar. Het is een proces, hè. Ik heb alle tekeningen gemaakt. Ik heb hier vervolgens ook gewoon kopieën van gemaakt. Omdat ik erin wil gaan knippen. Ik wil een collage maken. Ik weet nog niet wat ik ermee wil gaan doen, zeg maar. Dus het is doodzonde om een originele te gaan verknippen. Want dat valt het niet te redden, weet je wel. Dus dan gaat het net zo ver. Dus, maar het is gewoon, het moet hier even zo liggen. Misschien ga ik het straks ook op een leeg wand gewoon plakken. Gewoon om te zien wat het met me doet. In principe werk ik of heel klein.
Dus de pentekeningen. Uiteraard pentekeningen komen weer, ook niet te vergeten. Het is een techniek die definitief is. Hè? Dus ik kan niet schummen. Het is gewoon, alles sluit ik uit. En die spanning heb ik nodig. Dat is ook het maken van fresco's. Ja, het kan zoveel misgaan. Maar juist daardoor boeiend. Dus ik wil het beheersen. Ik ben heel erg op zoek naar die beheersing. Kan ik het echt naar mijn hand zetten? Volgens mij is het ook een houding, levenshouding. Heel groot. Heel erg veel kleuren, heel veel verf. Of met een balpen op een ontzettend klein bierveeltje. Ik bedoel, maar dat zit dan ook een beetje in jouw karakter dan. Ja, weet je, maar nu je dat zo beschrijft, hè, moet ik direct denken aan, zie ik me, of voel ik weer de intentie van als kleuter zijn dat ik aan het kleuren was. En dat de juffrouw zei van, je moet beter binnen de lijntjes blijven, weet je wel. Terwijl, ja, die lijntjes zijn mijn binnenste, weet je wel. Dus dat is toch toen al wie je bent. Ik zie jou er iets opzetten en dan weer aarzelend iets uitvegen. Nee, het is niet het uitvegen, maar het is meer het verdoezelen van, kijk, het is houtskool, het is heel zwart. En ik wil meer die toonwaarde hebben, zeg maar. Dus vandaar dat ik gewoon echt, weet je, gewoon... Ik heb hier gisteren aan gewerkt dat ik de aquarel, zeg maar, of houtskool aquarel, heel nat heb gemaakt. En vandaag, toen ik hier weer in mijn atelier kwam, wil ik meer die tussentonen terugkrijgen van wat donker of wat licht, te licht is, weer om dat te evenaren, zeg maar, om dichter bij elkaar te brengen. Het is een Michelangelo, hè? Ja, het is inderdaad, het is na Michelangelo, het is... De profeten integreren me mateloos. Het is meer het fenomeen profeet is gewoon voor mij zo hedendaags. Ze roepen vragen op. Het zijn bijna filosofen, zeg maar. Dus ze laat je. Het zijn beelden, portretten die je laten nadenken. Zo van. Het is meer dan een afbeelding van Michelangelo. Het is gewoon. De profeten zijn bijna entiteiten die aanwezig zijn hier. En ik probeer op mijn manier van een verbinding te maken van in die beelden van wat willen ze zeggen? Wat willen profeten nu? Wat roepen ze bij mij op? Ze maken van mij een verbinding tussen, wat is goed en wat is kwaad. Mm. Dus ja, laat je denken. Dat is wat ik wil laten zien. Omdat ik gewoon, vaak is het maar een fractie dat ik kan werken aan één werk. En dat ik het dan moet laten rusten. Is dat omdat je dan daar genoeg mee gedaan hebt? Of om... Ja, even wel. Of ook dat ik even niet weet hoe ik verder door moet gaan. Het heeft tijd nodig. Het is iets wat van binnenuit komt, van wat het moet bepalen uiteindelijk, zeg maar. En nu ik hier naar dit beeld kijk, dat ook eigenlijk een beeld naar Michelangelo is, maar ook deels iets van een zelfportret wat ik erin wil brengen. Daarnaast, ja. Dat staat al enig tijd zo. En ik moet dat nu gewoon nat maken. Ik moet dat lichter maken. En daarmee ga ik een risico aan dat ik het beeld echt kon vernietigen, als het ware. Maar dat is inherent aan mijn werkwijze. Ik zoek die spanning op van door iets of met heel veel verf juist, of met heel veel nat in te gaan verwerken. Dat water gaat een eigen leven. Dat wil zijn eigen weg opzoeken. Maar ik wil het wel bedwingen. Weet je? Word je niet onrustig van als je dan iets laat en dan vervolgens je op terugkomt? Of is dat juist bij jou rustgevend? Soms is het werkt voor mij gewoon goed om gewoon weer 's ochtends in mijn atelier te komen, om te kijken van, hé, wat doet het met me? Hè? Dan heb je ondertussen afstand genomen? Nou, even, je neemt letterlijk afstand omdat het beeld even niet bij je is. En wanneer je dan weer in je atelier komt, is het gewoon van, vaak kijk ik naar iets en dan weet ik het niet. En ik heb hier gisteren heel intensief aan gewerkt. Dus er is heel veel veranderd. En dit is prima. Dit gaat gewoon echt de goede kant op. Maar ik kan het nu niet afmaken. Ik moet dat nog even zo laten staan. Misschien wel een week of twee weken. Terwijl nu met dit beeld, wat ik dus even los heb gelaten, gewoon weet ik dat ik er nu mee verder kan. Dat was een afbeelding van... Ja, het is meer een genudie van Michelangelo. Hè. Dat zijn de volmaaktheden. Gewoon meer als decoratie ook vaak weer beeld. Ik wil ook iets gewoon van een dromen laten zien. Of een individu.
gewoon een mens. Niet een specifiek mens? Nee, ik wil misschien ook iets van mezelf wel laten zien. Een soort van zelfportret zou het ook kunnen worden, weet je wel. Gewoon een dromer, een denker. Breda Nu. Je weet het meteen.